Een heel goedemorgen, fijn om bij jullie te mogen zijn, zo voorrecht om uh, dit weekend in jullie midden te zijn en samen met jullie Gods woord te mogen openen en te mogen meemaken wat hier gebeurt en ook de sfeer te mogen proeven van jullie gemeenteleven en uh, het is ook een vreugde voor mij om de laatste, laatste jaar zo'n beetje wat vaker in jullie midden te zijn. En ik ben heel blij dat de Heer dat zo heeft geleid. We willen met elkaar nadenken over de grootheid van onze God. We willen met elkaar nadenken over Gods majesteit. God alleen is de machtige, staat er boven Jezaja 40. En dat willen we ook met elkaar lezen. Laten we het gelijk doen met elkaar. Lezen Jezaja 40 vanaf vers 12. Jezaja 40 vanaf vers 12 tot vers 31, het einde van het hoofdstuk. Jezaja 40, vanaf vers 12, ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een spande maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat? Of de bergen gewogen in een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Here gepuild? Wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Wie, met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven? Hem het pad van het recht zou leren. Hem dus Godkennis bij zou brengen? Of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Is er een mens die de raadgever van God kan zijn? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer: als een stofje op de weegschaal. Hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden als offers Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor Hem. Zij worden door Hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen? De vakman giet het beeld. De edelsmid overtrekt het met goud. En smeet er zilveren kettingen voor. Wie is de arm? Sorry, wie te arm is voor een er kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet, hoort u het niet? Is het u niet vanaf het begin bekend gemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn, hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspant als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, of ze zijn nog maar nauwelijks geplant, ze zijn nog maar nauwelijks gezaaid. Of hun afgehouden stronk tot niet meer in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren als een storm, en een storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken of aan wie ben ik gelijk? zegt de heilige. Sla uw ogen op naar omhoog. En zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger, het leger van alle sterren, voltallig tevoorschijn brengt en ze alle bij namen roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob? En spreekt u Israël: Mijn weg is voor de Heer verborgen. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heer, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heer verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Tot zover. Zullen we kort bidden voordat we hier met elkaar over nadenken. Heere God, wij bidden u, U die de enige waarachtige God bent, schepper van hemel en aarde, God van Jacob, God van Israël. U, die de alleen Almachtige God bent, Heer, we willen u bidden dat u ons de geest van wijsheid en openbaring wilt geven. Dat we u zullen kennen. Dat we u mogen zien in uw glorie. Dat we inderdaad, wat Miel zei aan het begin van deze dienst, als er maar één druppel is die bij ons doordringt. Als er maar één beetje, één een, een lichtstraal is die ons denken en ons hart verlicht. Dan maakt het al zoveel verschil. En daar bidden we om, Heer, dat u zelf dat wilt doen wat wij niet kunnen. Namelijk tot ons spreken. En, Heer, we verlangen ernaar om u beter te leren kennen. Zegen ons in deze momenten. Dank u voor uw heerlijke woord. En geef dat we het mogen zien en begrijpen. In Jezus' naam. Amen. Het allerbelangrijkste in het leven. Is het kennen van de Heer onze God. Daartoe zijn wij geschapen. Waarvoor zijn wij geschapen? Om Hem te kennen, om van Hem te genieten en om voor Hem te leven. Het doel van het leven is God leren kennen. Het eeuwige leven is God leren kennen. Jezus heeft gezegd, dit nu is het eeuwige leven dat zij U kennen, de enige waarachtige God. Er is niets vreugdevoller, er is niets meer verheven. Geen doel is hoger en er is niets boeiender dan het kennen van onze God. Als u, als u iets zoekt waar u in kunt roemen, roemen is jezelf gelukkig prijzen met. Dan zegt Jeremia 9 vers 23, laat de rijke niet roemen in zijn rijkdom. Prijs jezelf niet vooral gelukkig met je geld. De wijze roemen niet in zijn wijsheid. Prijs jezelf niet vooral gelukkig met je kennis en je bekwaamheden, en je vaardigheid en je functioneren. En de, um, de sterke roemen niet in zijn kracht. Prijs jezelf niet vooral gelukkig met je gezondheid, met je kracht, met je middelen, met je mogelijkheden. Maar wie roemen wil, roemen hierin dat Hij mij kennen, zegt de Heer. Als er iets is waarin we kunnen roemen. Waardoor we vanmorgen kunnen zeggen wat onze omstandigheden ook zijn en wat onze toestand in het leven vandaag, deze morgen ook is. Wij kunnen vanmorgen roemen. Wij kunnen onszelf uitermate gelukkig prijzen met het kennen van onze God. Als we Hem hebben leren kennen, dan komt er vreugde in ons leven. De mate waarin we Hem hebben leren kennen, is ook de mate waarin er vreugde in ons leven is. Hij is de bron van echte vreugde en vrede. Alleen Hij. En um, als we Hem leren kennen, dan toppen we wat minder over onszelf. Dat sluit aan bij wat ik gistermiddag heb gezegd. Als we Hem in het vizier krijgen, als we onze blik richting op Hem vestigen, als we naar Hem kijken en ons in Hem verblijden, niet meer naar binnen kijken, niet meer naar onszelf kijken, dan toppen we minder over onszelf, over onze, ons leven, onze omstandigheden. En dan zullen teleurstellingen en hartzeer er ook minder toe doen. Teleurstellingen en hartzeer zal u minder naar beneden trekken. Die zullen u minder naar beneden trekken als u de Heer God leert kennen. Als we Hem beter leren kennen. Nou, als we Hem leren kennen, dan leren we Hem ook kennen in Zijn groterheid. In Zijn verhevenheid. In Zijn majesteit inderdaad. Je kunt eigenlijk de karaktereigenschappen van God samenvatten met zijn grootheid en zijn goedheid. En vanmorgen denken we vooral nou over dat eerste, over zijn, over zijn grootheid. Maar het probleem is dat wij vaak te klein over God denken. Wij denken vaak te groot over onszelf en te klein over God. Maarten Luther heeft ook gezegd dat wij mensen geneigd zijn om uh, onszelf op God te projecteren, om van onszelf uit te gaan... Ten aanzien van God. Dat we. Um, dat we. dat we te menselijk over God denken. Dat we denken dat Hij een beetje is zoals wij: ook zwak, onvolmaakt, krachteloos en zielig. Maar God is niet zoals wij wat dat betreft. Uh, er is een boekje ooit verschenen met als titel: Jouw God is te klein. Jouw God is te klein. En daar kunnen wij nog steeds van leren. Wij, er zijn natuurlijk mensen geweest die een beeld van God hebben gemaakt. En dat, dat komt ook naar voren in vers 18, 19 en 20. De vakman giet een beeld. De edelsmid overtrekt het met goud. Maar dus je maakt een beeld en dat, daar doe je dan goud overheen. En dan zeg je, nou oké, okay, dit is onze God. Maar het grote probleem is: ja, dat beeld moet je wel aan een ketting leggen, want anders wordt het gestolen. Nou, dat is, dat is dus niet echt uh, een goed beeld van God. En dan zegt Jezaja hier van. Um, ja, als je, als je te arm bent voor een hefoffer, dan, dan kies je een stuk hout uit. dat niet kan verrotten. Maar ja, het gaat toch verrotten. En dus hij, de ironie van de afgoderij wordt hier geschetst. En een, een kundig vakman die vervaardigt een beeld. maar dan moet hij er wel voor zorgen dat dat beeld niet omvalt. Dat het niet gaat wankelen. Dus het wordt gestolen, het gaat verrotten en het wankelt. Het is een aanfluiting. Het is gewoon belachelijk. Het is per definitie een verlaging, een, een verkeerde voorstelling van God. Om een beeld van hem te maken. Daarom is dat een van de tien geboden, zelfs het tweede van de tien geboden. Geen gesneden beeld van God maken. Want nogmaals zei ik gistermiddag ook: ieder beeld wat je van God maakt, letterlijk beeld wat je van hem maakt, is helemaal niks vergeleken bij wie hij is. Maar wij kunnen ook, wij maken geen afgodsbeelden, maar wij kunnen wel in ons hoofd een verkeerd beeld van God hebben. Wij kunnen wel mentaal een soort gedachte over God hebben. Wij kunnen mentale afgoden creëren... waarin wij eigenlijk de Heer God niet voorstellen zoals hij is. Dan is onze God te klein. En daarom is het zo goed om met elkaar te kijken naar Jezaja 40. En weet je, ik had echt zo ook net nog weer... een vanmorgen in de aanloop naar deze dienst dacht ik van... heere, ja, wat... Wat wij nodig hebben, wij allemaal, ik zelf ook. Dat, dat kan ik u niet geven, weet je. Dat, de Heer moet het ons laten zien. Maar dat doet hij ook. Ik bedoel, wij die het woord brengen, als wij, als wij voor mensen staan om het woord te brengen, dan per definitie zijn wij geroepen tot dat wat we helemaal niet kunnen. Maar God doet het wel, hij doet het door zijn woord en door zijn geest. Daardoor gaan de ogen van ons hart open... Je hoort wat de geest tot de gemeente zegt, maar het is de geest die spreekt. De geest spreekt door de uitleg van zijn woord. Dus het enige wat ik kan doen is proberen dit woord aan u uit te leggen. En ik hoop en bid dat dan de Heilige Geest u oren geeft om te horen. En dat we inderdaad hem beter mogen leren kennen deze morgen. En dat heeft twee gevolgen. In de eerste plaats, laat me gelijk wel noemen wat, waar het in uitmondt. Dat is ten eerste dat we veel meer respect voor hem krijgen. Dat we meer eerbiedig worden, dat we de Heere God meer gaan vrezen, meer ontzag voor hem hebben. En in de tweede plaats, dat we hem meer vertrouwen, meer geloof in hem hebben en hem meer verwachten, zoals dit gedeelte ook eindigt. Als we hem niet kennen, dan zullen we geen respect voor hem hebben, dan zullen we niet werkelijk voor hem buigen en hem aanbidden. Maar dan gaan we door met zelfaanbidding en voor onszelf te leven, maar als we hem leren kennen, dan komen we tot echte aanbidding. Tot de vrezen des Heeren in de positieve zin van het woord. Maar we komen ook tot geloof en vertrouwen en verwachting. En dat is mooi, en dat is een leven in vrijheid en met heel veel vreugde. Oké, okay, er zijn een paar manieren waarop wij de Heere God kunnen verlagen. Ik wil drie manieren noemen waarop wij te klein over de Heere God denken. En dan ook de dingen vanuit Jezaja 40 daarnaast leggen om te, zien, te laten zien hoe dwaas dat is. En dan komen we tot, tot zicht op wie de Heer werkelijk is. Nou in de eerste plaats, wij moeten de Heere God niet verlagen. Dus ik noem drie manieren waarop wij de Heere God verlagen in onze manier van denken. We moeten Hem niet verlagen tot onze partner. Tot ons maatje. Even als een beeld. Tot degene die gewoon naast ons in de auto zit. Wij zitten achter het stuur en er is iemand die met ons meerijdt. Hij is mijn buddy. Nou, begrijp me goed, God is ook in Christus heel dichtbij gekomen. Ik zeg niet dat God niet dichtbij is en dat hij niet. Jezus was een vriend van zondaars, dat is helemaal waar. Welke vriend is onze Jezus? Dat zeggen we met respect, dat is ook zo. Maar tenzij we zicht hebben op het verschil tussen God en ons. Betekent zijn nabijheid niks. Maar als we wel zicht hebben op het grote verschil tussen God en ons: dat hij niet ons maatje is en niet onze partner is. Als we daar wel zicht op hebben, dan betekent zijn nabijheid juist heel erg veel. Maar als we even nadenken over God en alle mensen, dan staan er een paar versen in dit gedeelte die ons laten zien om hoe dwaas het is als we God verlagen tot alleen maar ons maatje. Wat staat er in vers 15? De volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Dus alle volken bij elkaar. Ik geloof dat er nu 7 miljard mensen op aarde zijn, of zijn we inmiddels richting de 8 miljard, ik weet eigenlijk niet precies. In ieder geval 7 miljard mensen zijn er. 7000 miljoen mensen zijn er op aarde. Maar al die volkeren bij elkaar zijn vergeleken bij de Schepper, bij God zelf. Als een druppel aan een emmer. Je gebruikt een emmer om schoon te maken in huis. En je spoelt de emmer af onder de kraan. En uh, je droogt hem niet helemaal af. En er zit nog een druppel onderaan die emmer. Of er zit nog een druppel op de rand van die emmer. Als een druppel aan een emmer. Zo zijn alle volkeren bij elkaar vergeleken bij de grootheid van God. Met wie zou je God willen vergelijken? Het idee dat God is. Als een mens, het idee dat God als wij is, is niet zo. Hij is hoog verheven, hij is volkomen uniek, hij is de geheel andere, hij is heilig, heilig, heilig. Per definitie is er een oneindig verschil tussen God en ons, want Hij is namelijk onze schepper. En wij zijn zijn schepselen. Hij is eeuwig. Wij hebben een begin gehad. Hij is onafhankelijk. Wij zijn afhankelijk. Er is een onvoorstelbaar, onbeschrijfelijk verschil tussen de Schepper en zijn schepselen. En daarom moeten we Hem niet verlagen tot onze buddy. Zoals Reformatorische mensen soms zeggen: dat sommige mensen spreken over God alsof ze Hem in hun broekzak hebben. Dat moeten we niet doen. Wat staat er? Vers 17. Alle volken zijn als niets voor Hem. Ze worden hem, door Hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Dat moet je goed interpreteren. Dat wil niet zeggen dat een mens waardeloos is voor de Heere God. Als er staat als niets, wil dat niet zeggen dat een mens niets is. Ik wil hiermee, hiermee zegt Gods Woord niet tegen ons van je bent niks en je bent waardeloos en je, je stelt helemaal niks voor. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Nee, je bent. Prachtig mooi gemaakt. Je bent de kroon op Gods schepping. Je bent het mooiste wat God heeft gemaakt. Je bent een beelddrager van God. Ondanks alles wat er mis is gegaan, ondanks de zondeval, ondanks je zonde en je falen en je fouten, ben je nog steeds een beelddrager van God. Je bent prachtig mooi gemaakt. Je bent uitermate waardevol. Maar vergeleken bij de waarde van God, vergeleken bij de grootheid van God, vergeleken bij de majesteit van God, zijn wij. Zijn alle mensen als niets? Het gaat om die vergelijking. Terwijl we zo mooi zijn, terwijl we zo bijzonder zijn. De Heere God is nog oneindig veel meer bijzonder en waardevol dan wij. Dus we moeten het verschil in oog houden: besef van het, het verschil tussen God en ons, besef van dat Hij verheven is. Al die volkeren, die machtige volkeren, ik zei net. Het ging over die volkeren. Je moet ook in de context zien van Israël. Israël was al heel erg aangevallen door het Assyrische Rijk. Het Tienstammenrijk was al gevallen. Assyrië bedreigde Jeruzalem in de tijd van Jezaja. Assyrië kwam tot heel dicht bij Jeruzalem. Assyrië heeft Jeruzalem belegerd in de tijd van Jezaja. Dat is een heel relevant gedeelte om dit met elkaar te lezen. Want Israël en Jeruzalem worden opnieuw bedreigd in onze tijd. En daarna kwam Babylon. En Babylon heeft uiteindelijk ook Jeruzalem overweldigd, maar dat ging niet buiten God om, dat heeft God toegelaten. En eerder hebben we met Egypte te maken gehad en, en al die machtige wereldrijken, al die machtige wereldrijken, maar, maar vergeleken bij God stellen ze helemaal niets voor, als niets. En dat is onze God, dat is onze God. Ik kan me ook herinneren, jij haalde Tozer aan. Miel aan het begin van deze dienst. Ik kan me herinneren van wat hij ook op een andere plek heeft geschreven: van dat hele idee van wees verheven, o Heer. Wees verheven. Dat beschrijft Tozer op een gegeven moment ook zo van in ons leven, Heere God, wees in mijn leven verheven boven mijzelf. Wees verheven boven, boven alles wat ik heb. U bent verheven boven mijn functioneren. U bent verheven boven mijn, boven mijn dromen. U bent verheven boven mijn aardse leven. U bent verheven boven mijn geld en mijn, mijn dierbare, mijn genot. U bent verheven boven alles wat waardevol is in mijn leven. Bent u degene die daar ver boven staat. Dat is waar we toe geroepen zijn. En dat is wat ons vrijmaakt... Van de gebondenheid aan onszelf, wat ons vrijmaakt van angsten. En waardoor alle dingen in ons leven op hun plek vallen. Als de Heere God boven alles verheven is in ons leven. Misschien is het goed om even voor jezelf de vraag te stellen: is dat zo bij mij op dit moment? Kan ik op dit moment oprecht en eerlijk zeggen dat de Heere God, mijn schepper, boven alles verheven is in mijn leven. Ook boven mijzelf is verheven in mijn leven. Dat is therapeutisch. Dat is pastoraal. Dat is wat ons geneest. En daar worden we toe geïnspireerd door dit prachtige tekstgedeelte. In de tweede plaats, we hebben soms de neiging om God te verlagen, niet alleen tot onze partner, maar we verlagen Hem soms ook tot onze dienstknecht. En dan doen we het anders. Dan gaan wij op de bijrijderstoel zitten en dan zetten we de Heere God achter het stuur, als onze taxichauffeur. Hij is onze taxichauffeur. En we hebben soms echt de neiging om hem voor ons karretje te spannen. Hij moet ervoor zorgen dat ons karretje rijdt. En dan zeggen we, Heer, doe dit. En dan denken we dat we hem kunnen gebieden, dat onze wil zijn wet is, dat wij zijn meesters zijn. Daar moeten we goed over nadenken. Daar moeten we goed over nadenken. Ik kan me herinneren een voorbeeld wat ik een keer hoorde van een andere predikant. En die zei dat er een zuster naar hem toe was gekomen... die met hem wilde praten. En die tegen hem zei... Uh, dominee... ik bid nou al jaren dat God dit zal doen. Ik heb nou al zo vaak aan hem gevraagd dat hij dit voor mij zal doen. Maar hij heeft het nog steeds niet gedaan. En ze was boos op God. En zei, hoe kan dat nou? Waarom doet God niet wat ik van hem vraag? En toen stelde die, die dominee die stelde haar de vraag... maar zuster... Wie dient wie? Is God degene die vooral jou moet dienen? Zie je zo naar God? Kijk je zo naar God? Zo van: ik ga naar hem toe en dan doet hij wat ik van hem vraag? En begrijp, weet je, de Bijbel zegt dat als we hem aanroepen, dat hij antwoordt. De Bijbel zegt dat: bid en je zal gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klopt en de deur zal voor je opengedaan open worden. Hij is rijk voor alle die hem aanroepen. God is uitermate royaal. Hij is uitermate mild. Hij is uitermate genadig. Hij geeft ons veel meer dan we verdienen. De Heere God antwoordt op gebed op allerlei manieren. Dus niet dat God niet, dat we hem niet mogen vragen, absoluut. Maar het gaat om onze houding naar hem toe. Het gaat om onze houding naar hem toe. Wie dient wie? Ook als onze gebeden niet worden verhoord, ook als er niet gebeurt wat wij van God hebben gevraagd dan nog willen we hem niet, wij willen hem niet verlagen tot onze dienstknecht. Er is niets wat God voor ons moet doen. Hij is niet onze dienstbode. Denk daar even over na. Er is niets wat God voor ons moet doen. Hij is niemands schuldenaar. We hebben geen rechten bij hem. Onze rechten voor zijn aangezicht, onze rechten op gebedsverhooring... Onze rechten op dat onze wil zal geschieden. En dat we verkrijgen wat we zouden willen. Ons recht op een mooi, prachtig, feestelijk, zalig leven. Ons recht op een lang en gelukkig leven. Dat hebben wij helemaal niet. We verdienen helemaal niks. Er is niets dat God voor ons moet doen. En toch is Hij uitermate genadig. Maar wie is God? Hij is niet onze dienstkring. Wat staat er in vers 12? Hij heeft de wateren in de holte van zijn hand opgemeten. We kijken weer naar de tekst, vers 12. De wateren van deze wereld. Heeft hij in de holte van zijn hand gemeten. Als je dan beseft. Dat, je, dat er veel meer wateroppervlak is op deze wereld. dan aardoppervlak. dan krijg je een beetje een benul van hoeveel zeeën er zijn. Hoeveel zeeoppervlak er is. Kijk, wat Jezaja doet is dit. Jezaja die noemt dingen die wij ons als zeer groot kunnen voorstellen. En dan zegt hij: Ja, maar God is nog. Oneindig veel groter dan dat wat jij je als groot voorstelt. Nou, de zee is iets wat wij, wat wij zien als iets heel groots. Er zijn zeven grote oceanen op deze wereld. Maar je kunt alles wat boven de zeespiegel uitstijgt. alle volume van alle grondoppervlak. alles wat qua volume boven de zeespiegel uitstijgt. dat kan je kwijt in alleen al de stille oceaan. Je kunt alles gewoon in de stille oceaan dumpen. en dan is er alleen maar zee op deze wereld. De hoogste hoogte op aarde is de Mount Everest. Die is 8,9 kilometer hoog in Nepal, als ik het goed heb. Dus de hoogste berg op aarde, maar de diepste diepte in zee is nog anderhalve kilometer dieper dan de hoogste hoogte op aarde. En ga zo maar door. En dan staat hier: de Heere God heeft alle wateren van de aarde in de holte van zijn hand gemeten. Hij heeft het zo in zijn hand gehouden en bepaald... zoveel water zal er op aarde zijn. Dat is wat Jezaja hier zegt. Krijg een nul, krijg een besef... van de onmetelijke, de onvergelijkbare grootheid van onze God. Hij is de schepper van dit alles. Hij heeft de hemel, de omvang van de hemel met een span... de maat genomen... Wat zegt Jezaja hier? Hij heeft het hier over het heelal. Als hij het over de hemel heeft, dan heeft hij het niet over onze atmosfeer. Maar hij heeft het over het heelal. Nou, ik heb iemand het als volgt horen duiden. Moet je luisteren naar deze feit. Ik moet wel even spieken als ik dit aan u vertel. Maar, dan wacht, ik ken het grotendeels uit mijn hoofd. Stel je voor dat wij met de snelheid van het licht gaan reizen door het heelal. Dat is 300.000 kilometer per seconde. In één seconde van Groningen naar Maastricht is 300 kilometer in één seconde. En dan duizend keer zo snel als in één seconde van Groningen naar Maastricht. Met die snelheid gaan wij door het heelal reizen. Dan zijn we binnen vier seconden bij de maan. Dus het licht van de maan doet er vier seconden over om ons te bereiken. Binnen vier minuten zijn we bij de planeet Mars. En binnen 120.000 jaar. Zijn we bij het einde van het melkwegstelsel? Dan moeten we dus 120.000 jaar reizen met de snelheid van het licht. En dan zijn we bij het einde van ons melkwegstelsel. En ons melkwegstelsel is een minstuur klein sterrenstelsel. in een gigantische hoeveelheid sterrenstelsels. Er zijn. ja, er zijn. Heel erg veel sterrenstelsels. En het zonnestelsel van het, de melkweg waar wij ons in bevinden. is heel erg klein vergeleken bij die andere stelsels. Maar we doen er 120.000 jaar over. om aan het einde van ons stelsel te komen. met de snelheid van het licht. En dan zegt de Heer God: Hij heeft de hemel met een span gemeten. Dit is een span. Een L is dit. Dat zijn maten van het lijf die ze op de markt gebruikten. om bijvoorbeeld doeken. Je verkoopt een stuk textiel. Oké, okay, 1L, 2L, 3L. of 1 span, 2 span, 3 span. Dit is een span van je pink tot en met je duim. Zo heeft God de omvang van het heelal bepaald. Dat is wat Jezaja hier schetst. Er is niemand zoals Hij. God heeft. Wij kennen de omvang van het heelal niet. Er staat ook verderop in het gedeelte opnieuw noemt Jezaja hier het helal. Vers 26, sla uw ogen op naar omhoog. Zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger, hun voltallige leger, tevoorschijn brengt. Het leger van alle sterren. Hij roept ze allebei namen. De Heer God kent al die sterren, al die triljarden sterren die er zijn. Zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Daardoor ontbreekt er niet één ster. Hij is het die... Hij is het die de sterren in hun baan houdt, die de planeten in hun baan houdt, die het heelal in hun baan houdt. We hebben gezongen, mooi lied, we begonnen ermee vanmorgen. Van over ook de zon, dat hij de zon aan, het, aan de hemel heeft geplaatst. Heeft u wel eens nagedacht over de zon? Ik bedoel soms, als je gewoon filosofisch een beetje nadenkt over de zon. Elke dag schijnt die zon. Sinds de schepping van de wereld is die vuurbal daar aan de hemel. Die precies de goede temperatuur geeft voor ons mensen hier op aarde om hier te kunnen leven. Als die veel dichterbij zou staan, dan zouden we verbranden. Als die veel verder weg zou zijn, dan zouden we bevriezen. Maar al vanaf het begin van de schepping blijft die vuurbal branden. Dat snap je ook voor geen meter natuurlijk hoe dat kan. Dat die zon maar blijft branden. Ik bedoel, als, als wij iets doen branden, dan moeten we weer een hout op het vuur doen. Of we moeten onze auto weer vullen met benzine. Anders blijft het niet branden. Maar die zon die God heeft gemaakt, die, die blijft gewoon branden. Voor ons. Dat is toch niet normaal? Ik bedoel, hoe kan dat? Hoe kun je niet geloven in een ontwerper en een schepper? Als je hierover nadenkt. Maar niet alleen die zon, maar ook die triljarden sterren die er zijn. Hij roept ze allebei namen. Hij is de instandhouder van alles dat is. Hij is schepper en instandhouder. En daarin hij is hij natuurlijk volkomen uniek. God is de enige. De God van Israël trouwens. Als God Abraham roept, dan wijst hij... Op de sterren. Waar ik het net over heb. Zo talrijk zal je nageslacht zijn. Meerdere keren wordt er een verband gelegd tussen het volk van Israël. Wat door een wonder van God ontstaan is. En het heelal. Wat door een wonder van God ontstaan is. Maar dit is de God die wij dienen. Verlaag hem niet tot je dienstknecht. Het draait niet om jou. En je geloof. Het draait niet om jou. In je geloof in Jezus. Het draait niet om jou in je leven. Maar het draait om Hem. We moeten een, een revolutie meemaken in ons denken, dat we er afkomen van het idee dat God er vooral voor ons is. Nou, begrijp me goed, ik hoop dat u me goed hoort. Ik zeg niet dat God er niet voor ons is. Hij is er onvoorstelbaar voor ons, maar dat is zijn verantwoordelijkheid naar ons toe, en die laat Hij niet varen. Zijn verantwoordelijkheid naar ons toe is dat hij er voor ons is. Het gaat om. Onze houding naar hem toe. En dan moeten wij niet een houding hebben. van God, u moet er voor mij zijn. Daar moeten we vanaf. Zo van God helpt mij om mijn leven te verwezenlijken. God helpt mij om mijn doelen te bereiken. Door God kan ik worden wie ik wil worden. Weet je, dat is helemaal de taal van deze tijd. Dat draait allemaal om onszelf. In de taal van onze cultuur vandaag de dag draait het allemaal om zelf. Maar dat is nou precies waar je volgens de Bijbel van bevrijd moet worden. Van ik mij en mezelf en jezelf centraal stellen, verlaag God niet tot je dienstknecht. Maak God niet, maak Jezus niet tot degene die nuttig is voor jouw leven. Maak Jezus niet tot degene die je we er, er wel bij kunt hebben, omdat het dan beter met jou zal gaan. Dat is een devaluatie van God die hem onteert. Het is andersom. Wij dienen Hem. We buigen voor Hem neer. We worden stil voor zijn aangezicht. We knielen voor hem neer. We geven ons leven aan hem. We danken Hem voor zijn genade, dat Hij ons heeft gemaakt. Dat Hij ons lief heeft, dat Hij ons op het oog heeft, dat Hij ons roept, dat Hij ons zichzelf laat zien. Het meest waardevolle wat God doet in ons leven, is niet dat Hij ons laat zien hoe geweldig wij zijn. Soms wordt het evangelie zo omgedraaid, dat God je laat zien hoe geweldig jij bent. Dat is ook waar. Ik zei u net, u bent de kroon op Gods schepping, maar dat is niet het meest waardevolle. Het meest waardevolle wat God in ons leven doet, is dat Hij ons laat zien hoe geweldig Hij is. En daarom mogen we bidden met Mozes, heren, toon mij uw heerlijkheid. Toon mij uw glorie. Miel noemde opwekking aan het begin van deze dienst. Een opwekking komt als wij zicht op de Heer krijgen. Een opwekking komt als wij. Verlost worden van dat, dat oppervlakkige evangelie, waarin het alleen maar gaat om de zegening die we van hem kunnen verkrijgen, een opwekking komt als wij maar een heel klein beetje benul krijgen van de grootheid van God. En dat we inderdaad erachter komen dat er niets, hoe heb ik het gezegd aan het begin, dat er niets boeiender is, en niets mooier en vreugdevollers is dan het kennen van God. Dan komt er opwekking. En dat geeft de Heer door zijn woord. En dan zit je niet meer uit plicht in de dienst. En dan zit je niet meer uit plicht in je Bijbel te lezen. Maar dan verlang je ernaar. Dan zegt je hart: O Heere, ik wil u kennen. O Heere, bij u moet ik zijn. U bent het antwoord op al mijn noden. In u vind ik alles wat ik nodig heb, dat is het kennen van God. Zoals hij is. Het derde is: ten eerste: we kunnen hem verlagen tot ons maatje. Ten tweede, we kunnen hem verlagen tot onze dienstknecht. Ten derde: we kunnen hem verlagen tot onze bedelaar. En dan nog maar een derde beeld uit uh, het vervoer te gebruiken. Um, vroeger had je in India, ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds zo is, maar ik was in de jaren negentig voor het eerst in India. Toen heb ik het met mijn eigen ogen heel wat keren gezien: Toen had je menselijke riksja drijvers Dus je had mannen die liepen voor een rickshaw. Dan hadden ze twee stokken in hun hand en daarachter was, was een soort kar, een soort wagen. En die mannen liepen gewoon die riksja te trekken. Die, die mannen waren als paarden voor zo'n riksja gespannen. Het zou best kunnen dat het nog steeds gebeurt. Ik kom nu nog steeds in India, ik zie het niet meer. Misschien is er een wet uitgevaardigd waardoor het niet meer mag. Maar het idee van riksja drijver de Heer God die is een bedelaar. De Heer God heeft jou nodig. En jij geeft hem een beetje geld. En hij gaat als een riksja-renner voor jou de kar trekken. Het idee dat God ons nodig heeft. Het idee dat God niet zonder ons kan. Dat Hij niet kan overleven zonder ons. Dat als wij niet heel hard werken, dat dan de dingen uit de hand lopen. Dat Hij onze hulp nodig heeft. Dat Hij het in zijn eentje niet redt dat hij de boel niet meer in de hand heeft. Het idee Help hem nou toch een beetje. Laat hem nou toch niet alleen staan. Want hij heeft je nodig. Op die manier mogen we hem niet verlagen. Er staat in vers 21 en vers 22 daar staat dat hij zetelt boven het omtrek van de aarde, boven de omtrek van de aarde. Alle bewoners zijn als sprinkhanen voor hem. Nou, de Heer God heeft die springkanen niet echt nodig. De Heer God heeft ons niet nodig. Hij heeft ook geen machthebbers nodig. Vers 23 zegt, hij is het die de vorsten maakt tot niets. Rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ze zijn nog maar nauwelijks geplant, ze zijn nog maar net gezaaid. Of hun afgehouden stronk wortelt niet meer in de aarde. De Heer God staat volkomen boven alle machthebbers van deze wereld. Hij is het die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Het lot van deze wereld ligt niet in de handen van de regeerders. Het zal een korte tijd zijn, dan is Poetin weer weg. Nog maar een korte tijd en dan zijn Trump en Biden er niet meer. Toen ik studeerde, waren er machthebbers in de wereld waarvan we de namen nu alweer vergeten zijn. Wie denkt er nog aan de president van Amerika uit de jaren tachtig van de vorige eeuw? We weten niet eens meer wie ze zijn. En zo gaat het met. De grote, de zogenaamde groten der aarde, alle vlees is als gras. De mens is als een ademtocht. De mens is als een bloem in het veld. Die opkomt en een tijdje bloeit, en daarna is de mens niet meer. Hij is het die de vorsten maakt tot niets. God hoeft maar één ding te doen, hij hoeft maar één beslissing te nemen, hij hoeft maar één keer te blazen. En een bepaalde machthebber is er niet meer. Het is andersom. God heeft ons niet nodig, maar wij hebben Hem nodig. Denk niet dat God ons nodig heeft. Zelfs niet voor het werk van de evangelisatie en zending. Natuurlijk, God gebruikt ons, Hij schakelt ons in. Hij heeft ervoor gekozen om ons te gebruiken. Maar het is genade dat Hij ons wil gebruiken. DL Moody, ik had het gisteren met iemand even over Moody in Chicago. Dial Moody was een hele bijzondere evangelist. God heeft hem machtig gebruikt. Hij, is, hij was echt, uh, echt een van de bijzondere werktuigen in Gods hand in de negentiende eeuw. In de tijd ook van Charles Spurgeon. Hij was een tijdgenoot van Charles Spurgeon. Maar, maar iemand vroeg aan Moody: Meneer Moody, hoe moet het nou als u er niet meer bent? En toen zei Moody dit: Hij zei: Als ik er niet meer ben, zal God één dwaas minder hebben om zijn werk mee te doen. En dat is de juiste houding. Ik was vorige week op de conferentie van Hardcry en ik stond even met de spreker te praten, met Alistair Beck. En hij vertelde dat hij in heel veel landen ook komt en ik vroeg hem van hoe gaat het dan met, die, hoe gaat het met dat, dat al die deuren open gaan. En hij zegt, oh joh, maar weet je, ik denk dat... Uh, dat als, als, als jij en ik daar komen op die plekken, ja, dan zijn we misschien wel de vijftiende keus van al die plekken. Mensen die ons uitnodigen, denk niet dat het zo'n eer is om uitgenodigd te worden. Of dat je een geweldig iemand bent als je uitgenodigd wordt om ergens te spreken. Je bent nummer vijftien in de rij, want de eerste veertien wilden gewoon niet komen. <laughs> en dat is de juiste houding. Denken wij dat God ons nodig heeft voor zijn werk? Denken wij dat het van ons afhangt? Het is juist zo bevrijdend om tot, deze, tot dit besef te komen. Het is juist zo bevrijdend om deze verse te lezen. Het is zo geweldig om inderdaad ook zicht te krijgen op wat ik al noemde, de onafhankelijkheid van onze God. Wij zijn afhankelijk. Dat is een van de dingen waarin hij volkomen anders is als ons. Wij zijn voor alles afhankelijk. Ook de, de boer op het veld, de boer die zijn akker bewerkt, en die alleen maar een hekel heeft aan God of God alleen maar vervloekt of alleen maar de naam van God als een vloek gebruikt of zelfs met zijn vuisten gebald naar God staat of God helemaal negeert of God helemaal ontkent maar die boer heeft alles wat hij van zijn akker haalt iedere aardappel die op zijn akker is gegroeid elke graanstengel die hij mag oogsten is hem van God gegeven alle leven komt van God alles wat u hebt ook uw bekwaamheden uw geld uw middelen uw Elke minuut van ons leven is ons door God gegeven. Er is niets dat we niet hebben ontvangen. Wij zijn volkomen van hem afhankelijk. Maar hij alleen is de volkomen onafhankelijk. Ik denk ook niet dat wij het zo moeten voorstellen dat God zo alleen was... en dat hij zo zielig alleen was en dat hij daarom de wereld heeft gemaakt. De Bijbel zegt, Paulus zegt in de brief aan Timotheus... Het evangelie van de gelukzaligheid van onze God. God is volkomen gelukzalig in zichzelf. Hij is volkomen gelukkig. Hij heeft de mensen echt niet nodig om gelukkig te zijn. Dus ook de voorstelling van, ach, neem Jezus nou toch aan, laat hem nou toch niet zielig buiten de deur staan. Weet je wel hoeveel je hem daarmee tekort doet, is een verlaging van de Heere God. Stel hem niet zo voor, van alsjeblieft doe de deur voor hem open, anders is Jezus zo zielig. Dat is fout. Het is andersom. Het is een voorrecht dat hij bij je aanklopt. en als je de deur niet voor hem open doet. dan is hij er niet minder aan toe. maar dan ben jij er minder aan toe. Wij zijn afhankelijk van hem. En zo mogen we hem leren kennen. Maak God niet tot je bedelaar: hij is God. Hij is heilig. Hij is de enige. Hoor o Israël, de Heer is uw God, de Heer is één, de Heer is de enige. Hij is de enige. Tot, tot dat besef mogen wij vanmorgen komen. Er is er maar één in ons leven, die we aanbidden en die we lief hebben en naar wie we verlangen. En dat is onze God. Het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin, zeg je dan met Paulus. Waarom spreekt Jezaja over de grootheid van God tot het volk van Israël? Omdat ze moedeloos waren. Ik ga afronden omdat ze wanhopig waren. Omdat de politieke situatie ernstig was. Ze waren bang en ontmoedigd. Hun hoop en kracht was geweken. Want ze werden bedreigd, wat ik al zei. Ze werden bedreigd door de Assyriërs. En daardoor waren ze te neergedrukt. Misschien herkent u zich wel in deze beschrijving. Misschien zegt u vanmorgen wel... ook ik heb de wind behoorlijk tegengeat. Ik heb een heleboel teleurstellingen moeten verwerken... Misschien zegt u wel, ik ben bang. Ik ben bang voor de toekomst. Ik ben bang voor de dood. Ik ben bang voor ziekte. Ik ben bang dat ik verlaten zal worden. Ik ben bang dat ik eenzaam zal zijn. Misschien zegt u wel, de situatie in mijn leven is echt vreselijk moeilijk. Wij weten allemaal dat wij af en toe door een crisis gaan in dit leven. Ook ik heb, wel eens, ik heb meerdere keren een crisis meegemaakt in het leven. Er zijn weken en maanden geweest dat ik me niet gelukkig voelde. Ik heb tijden gehad dat ik me echt heel rot voelde. Misschien bent u wel in zo'n periode in uw leven deze morgen. En Israël wat, had het moeilijk. Israël heeft het moeilijk. Nogmaals, ik vind het een relevant gedeelte ook voor Israël, dit gedeelte. Want we hebben het hier over de God van Israël. Maar de Heer God zegt ook vandaag de dag tegen zijn eigen volk Israël, het letterlijke volk Israël en tegen het land Israël: Jullie weg is voor mij niet verborgen. Israël zegt misschien. Mijn weg is voor de Heer verborgen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij, vers 27. Maar de Heer de God zegt vanmorgen tot ons, als gelovigen in de God van Israël, dat de weg van zijn volk Israël aan Hem niet voorbij gaat. Hij kent de toestand van het Joodse volk in de wereld vandaag de dag. Maar Hij is niet alleen bewogen met zijn eigen volk, Hij is ook bewogen met ieder mens. Hij is bewogen met, met iedereen die leidt. En hij is bewogen met ons in onze situatie. En vul dat maar in voor uzelf. En juist als je het zo moeilijk hebt, juist als je bedreigd wordt door dit of door dat of door iemand, dan is het zo goed om te horen van wie God is. Juist dan is het zo goed om naar buiten te kijken in plaats van naar binnen te kijken. We mogen ons sterken in de Heer onze God. Ik moet denken aan David. David maakte een van de meest verschrikkelijke crisissen mee in zijn leven. Ziklag was ingenomen. Ziklag was verbrand. De hele, de hele stad was verbrand. Hij ging al jaren door de woestijn. En hij was de gezalfde des heren, maar er kwam helemaal niks terecht van zijn koningschap. En dan heeft hij jaren opgetrokken met een bij elkaar geraad zootje mannen. En inmiddels ze hebben ze ook vrouwen en kinderen. En dan, dan zijn ze ergens. zijn al die mannen ergens naartoe. En dan zijn die vrouwen en kinderen zijn ontvoerd, gevangen genomen. Ontvoeringen. Gegijzeld, gegijzelden. Dat is afgrijzelijk. En dan de mannen met wie David optrekt, die keren zich ook nog eens tegen hem. Die zijn dan van plan om hem te stenigen, want ze vertrouwen niet meer op zijn leiderschap. Hij wordt als leider, als, als, ja, als, als leider van deze groep mensen, wordt hij door zijn eigen mensen ook nog eens een keertje helemaal verworpen. Dat is een diepe crisis, maar wat staat er dan? Dat ene zinnetje, u kent het wel, ik herinner u er alleen maar aan. Wat staat er? David sterkte zich in de Heere zijn God. Dat laat zien dat hij uiteindelijk ook geschikt was om koning te zijn. Hij was nog steeds de gezalfde des Heeren. God laat juist in het leven van zijn gezalfden. Wij zijn als christen ook gezalfden, want de betekenis, de betekenis van het woord Christen is dat je gezalfd bent, want de Christus is de gezalfde. Maar hij laat in, in het leven van zijn gezalfde, laat hij altijd diepe crisissen toe en tegen. tegen Teleurstellingen toe. Maar dan in het diepst van de crisis, wat doe je? David sterkte zich niet door tegen zichzelf te zeggen: Je kunt het, David. Niet door zich op de borst te slaan en te zeggen yes, we can. And I, I will do it. Maar hij sterkte zich in de Heeren zijn God. Hij keek naar buiten. Weet je, ja, dat mogen wij doen. Ook met de, de moeite die we meemaken als gemeente en als kerk in Nederland. Ook met alle secularisatie die zich nog steeds in grote vaart afspeelt in Nederland. Zoveel kerkverlating. We zijn een overblijfsel. Er is slechts een overblijfsel. Weet je, alleen de echt gelovigen die blijven gewoon Gods woord lezen en Hem dienen en voor Hem buigen. Maar die toestand van dat we een overblijfsel zijn is niet makkelijk. We maken niet een sterk groeiende kerk mee op dit moment. Maar wat we mogen doen in deze situatie waarin we met elkaar zitten hier in Nederland is. dat we ons mogen sterken in de Heer onze God. Het antwoord is niet naar onszelf kijken. Het antwoord is niet keihard gaan werken. Maar het antwoord is ons verblijden in de Heer. Het antwoord is Hem leren kennen. En onder de indruk komen van Zijn geweldige majesteit. Majesteit, groot is Uw majesteit. Jezus, dwars door de dood werd U verhoogd. Jezus regeert, Jezus zit op Zijn troon, het Lam zit op de troon. Het is onze God die regeert en Hij alleen is de Almachtige. Dus twee dingen, ik rond af. Oproep tot eerbied. Een oproep om de verkeerde gedachte over God achter je te laten. Er is niks vroom aan het hebben van verkeerde gedachten over God. Stop ermee om hem te verlagen tot je maatje, tot je dienstknecht of tot een afhankelijke bedelaar. Ken Hem zoals Hij is: bestudeer de Bijbel. Lees je Bijbel, strek je uit naar onderwijs. Zeg van binnen: O God, toon mij uw heerlijkheid. Zoek de Heeren. Jaag er naar om hem te kennen. Wij zullen er naar jagen om hem te kennen. Dan zal hij tot ons komen als de late regen die het land vruchtbaar maakt. Laten we er naar jagen om hem te kennen en het eerbied en ontzag echt voor hem buigen en hem eren en aanbidden, hem alleen aanbidden en in de tweede plaats wees niet bang, maar heb vertrouwen. Heb geloof. Heb verwachting. En dan mogen we afsluiten met hoe dit gedeelte afsluit. Hij geeft de vermoeide kracht. Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen. Wie zijn de sterkste onder de mensen? Wie zijn degene die onder de mensen de, de grootste sportprestaties leveren? Dat zijn jonge mannen. Jonge mannen van in de twintig rennen het hardst. Kunnen de grootste gewichten heffen? Gaan het snelst met hun autootje over het circuit. Om als het eerste over de streep te komen? Dat zijn jonge mannen van in de twintig. En ga zo maar door. Maar zelfs jonge mannen raken moe en afgemat en struikelen. De kracht van de sterkste mensen is helemaal geen kracht. Vergeleken bij de kracht van God. En daarom wie de Heeren verwachten. Wie op hem vertrouwen, wie in hem geloven, wie hun hart op hem vestigen, wie hun geloof op hem vestigen. Zij zullen nieuwe kracht ontvangen. Ze zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Dat wil zeggen, je slaat je vleugels uit zoals een arend. Weet je, die staat, een arend is niet aan het fladderen. Een arend is niet hard aan het werken. Maar je ziet soms een prachtige grote roofvogel als je in Frankrijk bent of ergens anders. Of, of in Nederland ook, buizerts en we hebben geloof ik ook zelfs de in Nederland. Maar in ieder geval hele grote roofvogels. Wat ze doen, er is thermiek, er is opstijgende lucht. Er is vanwege de warmte, vanwege de temperatuurverschillen gaat die lucht die gaat gewoon omhoog. En ze slaan alleen hun vleugels uit. En op de thermiek van de, van de kracht die onder hen is, vliegen ze. Ze varen op. Ze komen tot grote hoogte. Maar niet omdat ze het zelf doen. Omdat ze vertrouwen. Dat is het beeld. Zo mag ik je uitnodigen vanmorgen om te vertrouwen op de Heeren. Om in jouw toestand, in jouw omstandigheden en zoals je je op dit moment voelt, hoe je, je ook voelt, dat maakt niet veel uit. Maar in de toestand waarin je nu bent om gewoon het van de Heer te verwachten. En dan zul je worden als die Arend, die opstijgt. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Dan gaan wij voort van kracht tot kracht in de kracht van de Heilige Geest. Want de Geest doet ons Christus kennen, de Geest doet ons God kennen. De Geest opent de ogen van ons hart en van ons verstand dat we hem zien. En als we hem zien, dan hebben we hem lief. En als we hem zien, dan hebben we respect voor hem. En als we hem zien, dan vertrouwen we hem. En dat is onze kracht. En dat zal tot het einde toe ons leven blijven. Geprezen zij zijn heilige naam. Halleluja. Amen. Zullen we kort samen bidden? Dank u wel Heer dat u ons de ogen opent. Dank u voor het voorbeeld van David, die zich sterkte in u. Dank u wel dat we zo'n soort gemeenschap mogen zijn. Van mannen en vrouwen, jongens en meisjes. En kinderen die, die de Heer kennen. O Heere God, wat een voorrecht. Wat een geweldige rijkdom die U ons geeft. De overweldigende rijkdom van Uw genade over ons in Uw zoon Jezus Christus. Dat we u mogen kennen. En wees verheven, heren. Wees verheven boven alles in ons leven. En zegen ons, alstublieft, heren. Zegen ons met uzelf. Zegen ons met de rechte kennis van wie u bent. Zegen zo ook deze gemeente. Zegen Midden-Limburg. Zegen Limburg en Brabant en Vlaanderen. O, Heere God, zegen dit gebied met velen. Die zich ten zeerste zullen verblijden in u, in Jezus naam. Amen.